Ik ga het hebben over het boek van Jan Voudrenne, de psychiater en psychotherapeut. Het boek heet Bunkerbouwers. Dat is 40, 50 jaar geleden verschenen. Jan Voudrenne is inmiddels overleden, vele jaren geleden. Maar nu zie je het contrast. Jan in zijn boek als psychotherapeut, geen psychiater, die heeft uitgelegd, de bunker, dat is het huis waarin de kinderen geïsoleerd raken en dus min of meer gek gemaakt worden. Waar hij dus een fel tegenstander van was, van die bunker. Maar nu, 40, 50 jaar later, zie je dat huisgezin niet meer. En zijn de kinderen nu buitenshuis en worden op een nog veel andere manier vergiftigd. Door invloeden van buitenaf. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak. En het zou mooi geweest zijn als Jan Voudrenne dat opnieuw zou kunnen beschrijven. Maar helaas is dat niet meer. En ik ben zelf min of meer geïnteresseerd in die psychiatrie en in de psychologie. En ik vraag me dus werkelijk af waar men nu mee bezig is met de kinderen. Wat willen we? Wat je van de week nu weer ziet, dat onderwijzers, docenten worden geschorst door allerlei flauwekul. En dan wordt dus elke keer de angst om niet in de smaak te vallen bij de kinderen die eigenlijk reddeloos en zonder enige correctie opgroeien. En dat is voor mij wel een indicatie.